Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door VA Business Academy. Danielle Leuvering heeft VA Business Academy en Excellence in Business opgericht voor ambitieuze vrouwen die een betere balans willen tussen werk en hun gezinsleven. Nou Danielle, kan jij me wat meer vertellen over wat je precies doet? Ja, zeker. Ik ben eigenaresse van 2 bedrijven. Met Excellence in Business helpen wij om ambitieuze vrouwelijke ondernemers sneller te laten groeien naar de top van hun branche. Met onder andere het inzetten van een virtueel assistent om een team uit te breiden. En met mijn andere bedrijf, de VA Business Academy, helpen wij ambitieuze vrouwen om een eigen bedrijf als virtueel assistent vanuit thuis op te bouwen, zodat ze een betere balans krijgen tussen werk en gezin. Ja, en hoe ben je op het idee gekomen om deze 2 bedrijfjes op te starten? Nou, ondernemers willen groeien, maar komen tijd en handen tekort. En het inzetten van een VA is heel erg laagdrempelig en daardoor kunnen ze sneller groeien. Nou, en wat is een VA dan precies? Ja, een VA is eigenlijk een medewerker op afstand, maar die komt niet naar het kantoor toe. Die werkt dus vanuit thuis, vanuit eigen locatie. Eigenlijk moet je het zo zien, een soort freelancer, maar die komt niet naar de locatie toe. Dus het is ook een ondernemer, daardoor snapt hij de klant juist goed. Ja, en wat moet ik me dan voorstellen bij het samenwerken op afstand? Hoe doen ze dat? Via conference call, dus via videobellen of via mail, telefoon of af en toe live afspreken. Wat zijn dan voorbeelden van werkzaamheden van een VA? Ja, heel breed. Het kan administratief zijn, marketing, sales, financieel. Eigenlijk alles waar je bij je als ondernemer hulp nodig hebt, dat kun je doen. En een virtueel assistent die kiest zelf welke werkzaamheden ze wil doen. En hoe zorgt een VA dan voor een goede balans tussen werk en privé? Wat ik tijdens mijn trainingen altijd leer is zorg voor een goede planning. Stem dat goed af met het thuisfront en stem het goed af met je klant. In haar trainingen probeert Danielle haar klanten van de beste begeleiding te voorzien om ervoor te zorgen dat zij net als haar een mooie carrière tegemoet gaan. Sabine, kan jij me uitleggen waarom jij ervoor hebt gekozen om te werken als virtual assistant? Ja, het was voor mij heel belangrijk om flexibel te kunnen zijn voor mijn gezin. En daarnaast, in een wereld die steeds sneller digitaliseert, wilde ik daar heel graag op voorbereid zijn. En waarom heb je gekozen voor begeleiding op dit gebied? Ja, ik had helemaal geen ervaring op online ondernemen en ondernemen op zich. En ik zocht echt een betrouwbare partij die me daarbij zou kunnen helpen. En wat voor toegevoegde waarde heeft dit gehad voor jou en je bedrijf? Ja, heel erg veel. Ik heb een heel stevig fundament kunnen leggen in mijn bedrijf. En veel geleerd over marketing, sales en techniek. En dat is iets wat ik nu echt heel erg hard nodig heb. Nou, een van jouw klanten momenteel is Janneke. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ja, via Danielle. Zij dacht dat wij een goede match waren. En niks is minder waar. Nou, Janneke, ook ondernemer. Werkt samen met Sabine op afstand weliswaar. Ja. Maar hoe is het voor jou om samen met Sabine te werken? Ja, helemaal top. Sabine die vult mij aan op momenten dat ik het zelf niet meer weet. Mijn kracht zit vooral op hulp verlenen en inhoudelijk trainingen ontwikkelen voor professionals. En niet op sales en marketing. En dat is wat Sabine als geen ander kan. Ja, en wat heeft dit betekend voor de groei van jouw bedrijf? Heel veel. Terwijl ik bezig ben met het ontwikkelen van leuke nieuwe trainingen, zorgt Sabine dat het bij het grote publiek onder de aandacht komt. Ik ben blij dat jullie powervrouwen elkaar zo goed kunnen aanvullen. Ja.